Ja, ik zie je naast uh, Asset uh, Ozenbrug. Hè, zo zeg ik het goed, hè? Ja. Uh, van de DIVD. Hè? Ja. ja zeker. Waar, waar staan jullie voor? Je, wat is de het is, uh, Ja, het is de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Lekker ja. Nederlandse naam. En wat wij vooral doen is online onderzoek. Uh, ja. Kijken naar kwetsbare systemen ja. en dat melden aan de gebruikers. Ja. Wat voor security-trends zien jullie op dit moment, uh, die heel relevant zijn uh, voor IT-bezissingen en ook uiteraard voor IT-dienstverleners? Nou, vooral uh, dat ransomware uh, enorme uh, grote slagen aan het maken is. Ja. En dat het gewoon ook nu triple extortion aan het worden is. Dus je ja. wordt en geransomware ja. uh, onder druk gezet. En of je dan ook, niet, als je niet direct reageert, gaan ze ook dreigen je klanten ja. te bellen. Uh, het, is echt een, het, het wordt echt bizar erg op dit ja. moment. Oké, okay. en wat kun je daar tegen doen? Nou ja, een van de dingen die je kunt doen is zorgen dat je systemen goed op orde zijn. Dus zorg dat je updates hebt gedaan en ga er nu ook niet meer van uit dat als je Mac of Linux draait mm -hmm. dat je 100% secure bent, want ook deze systemen liggen op dit moment onder vuur. Dus niks en niemand is meer veilig. Ja. Maar zorg nou dat je in ieder geval de allerlaagste vorm van cyberhygiëne hebt. Ja. En dat betekent dat je systemen gepatcht hebt. Zorg voor twee-factor-authenticatie. Uh, versleutelde bestanden, goede backups, uh, af en toe je backups terugzetten om te checken of ze ook ja. echt goed zijn. En gewoon goed op je winkeltje letten, ja. want ransomware is denk ik wel op dit moment het, de allergrootste plaag voor ja. ons allen. Je bent ook uh, breed maatschappelijk uh, betrokken, ook uh, voorzitter van de COC, je bent ook uh, oud-kamerlid van de PvdA. Um, zou er niet vanuit overheid nog meer uh, richtlijnen of uh, ja, druk of het beleid moeten komen om toch bedrijven en organisaties het uh, min of meer uh, ja, vriendelijk te verzoeken zich beter te uh, beveiligen? Ja, nou ja, dat komt eraan. Dat is de NIS 2. Dus ja, de, de... de nieuwe wet uh, die vanuit Europa eigenlijk opgelegd wordt, waar heel veel mensen nog heel veel van moeten gaan leren en moeten gaan begrijpen. Want je kunt gewoon op bestuursniveau hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden als jij data jouw data op straat komt te liggen van de organisatie waar jij voor ja. werkt. En dat betekent niet dat je achter je bureau vandaan gesleept wordt... en achter tralies gezet. Mm -hmm. Maar het betekent wel dat je heel goed na moet gaan denken... over welke verantwoordelijkheden ja. heb ik nou. En daar zit onder andere ook bij, ga nou eens een training doen. Ga nou eens leren wat er gebeurt op boordniveau... Uh, als, als je systemen niet goed beveiligd zijn. Maak het geen IT-probleem, maak het een corporate probleem van iedereen... Uh, want daar zit ook de oplossing. En wat ik ook denk, wat de overheid veel beter zou kunnen doen, is uh, de, de, de sterkere moeten echt de zwakkere gaan helpen. Want de kleine uh, MKB'ers, die staan nog helemaal onderaan aan die ladder. En die moeten gewoon nu geholpen worden. Want ja, weet je, we zijn een mooie economie in Nederland. En we hebben echt prachtige bedrijven. Maar het is wel hoog tijd dat we elkaar echt gaan versterken. Dus samenwerken. Dankjewel, mooi pleidooi. Afschid Oosterbrug.